De UNDP Suriname heeft vanmorgen het Global Climate Change Plus Suriname programma afgesloten. Dit programma is in 2015 begonnen. Het thema was Koni de Fu Prati di Awir Kinki. De afsluiting is gehouden in Villa Sapakara. Het programma is gefinancierd door het GCCA Plus wereldprogramma van de Europese Unie en de UNDP. Volgens Winston Lakin, ambassadeur Milieuaangelegenheden van Suriname, is het belangrijk om duurzame partners te hebben bij zulke projecten. Heel zijn van Guyana Shield en Amazonebekken en de policy die we daarop nu willen neerzetten door meer te kunnen halen uit sustainable development gekoppeld aan de SDGs en ook direct kijken wat de verplichtingen zijn volgend jaar wanneer Paris in werking gaat. Dan zijn dit soort acties hele belangrijke ondersteuningsmomenten voor government om policy neer te zetten zodat we een trek vastleggen zodat actoren, government, civil society, vooral wetenschappelijke instituten, het bedrijfsleven, dat er een breed draagvlak gecreëerd wordt om dit te kunnen doen wat ons te wachten staat. Technische mensen hier, die weten het natuurlijk veel beter dan ik. We proberen in het internationaal circuit neer te leggen wat onze uitdagingen zijn, wat onze dreigingen zijn. En een van de belangrijke dreigingen die we hebben is dat we als land een van de lage kustgebieden zijn waar de negatieve gevolgen, knopjes die ingedrukt worden buiten onze invloedssfeer, direct impact hebben op ons. Lakin zegt verder dat er is gevraagd om de milieuraamwet zo spoedig mogelijk aan te nemen. Vanuit die paraplu-overeenkomst kan bewerkstelligd worden dat bepaalde vegetatiesoorten worden beschermd. U hoort ook Rosita Leeflang, voorzitter van Stichting Develop Art Foundation, DAF. Ze geeft aan dat er 2,5 jaar is gewerkt aan het project Uncovering Mangrove Ecoservices in Suriname. Als het dan gaat om mangroven, de hele belangrijke rol, de waarde van mangroven, dat we dat kunnen vastleggen, dat Surinamers snappen en beseffen de waarde van deze vegetatiesoort die ons een natuurlijke bescherming biedt. Maar ook de andere daaraan gerelateerde waardes, als het nou gaat om toerisme, om agro, om business, wat dat allemaal voor ons betekent. Dus het is een verplichting dat wij als totale samenleving snappen wat we hebben, waar we staan, hoe we ermee moeten omgaan en dat het geen enkel andere keuze is, dat het een gemeenschappelijke uitdaging is waar alle schouders onder gezet moeten worden. En dat project was opgedeeld in drie fasen. De eerste fase was een survey. We hebben het uitgevoerd in 4 districten. In Nikeri, Koroni, Komowene en in Paramaribo. Het eerste gedeelte was dus survey. En daar hebben wij in de 4 districten onderzocht hoe de mensen omgingen met de mobiel. Wilden ze informatie op hun mobiel? Hoeveel weten ze over mangroven? Weten ze hoe belangrijk de mangroven is voor hun eigen omgeving? Dat was meer de strekking van het onderzoek. Dat was Rosita Leeflang, voorzitter van Stichting DAF en daarvoor Winston Lakin, ambassadeur Milieuaangelegenheden van Suriname. Ze spraken vanmorgen bij de afsluiting van het Global Climate Change Plus Suriname programma. De afsluiting is gehouden in Villa Sapakara.